Annette en leuk dat je kijkt naar een nieuwe week vlog. Het is vandaag vrijdag 24 juli en ik ga voor jullie een nieuwe week vlog beginnen. Dus als je er net zoals ik heel veel zin in hebt, zou ik het heel erg leuk vinden dat je een duimpje omhoog doet en abonneert op mijn kanaal. En ik zou het ook heel erg leuk vinden als je me even gaat volgen op Instagram. Daar plaats ik de laatste tijd best wel veel dingen, dus ik zou dat ook heel erg leuk vinden. En dan gaan we nu lekker beginnen met de vlog. Het is vandaag dus vrijdag. Ik zet even mijn camera neer. En ik heb me net klaargemaakt. Het is nu bijna 12 uur. En ik ga zo meteen lunchen met Denise in de stad. Dus daar heb ik heel veel zin in. Vandaag komt de video, voor mij komt vandaag de video online over mijn kamer. Met deze prachtige posters. Ik ben echt heel erg benieuwd wat jullie ervan vinden. Als je de video nog niet hebt gezien, gaan we eventjes kijken. Ja, we gaan lunchen in de stad. Denise is jarig geweest. En ik had een cadeautje gekocht. Dat laat ik in de vorige week vlog zien. Ja, ik zal misschien zo meteen wel even filmen als het openmaakt. Als ze dat wil. Ik weet niet of ze er zin in heeft. Voor de rest, misschien gaan we nog heel even in de stad kijken. Ik weet eigenlijk niet echt wat dat plan is. Ik ga vanavond weer eindelijk beginnen met skileren. Want dat heb ik een paar weken niet gedaan. Dus dat ga ik weer gezellig met Zee doen. Morgen... Ja, nee, dat ga ik morgen allemaal vertellen. Maar ik ga allemaal weer leuke dingen doen. Dus ik heb ook weer zin om alles te filmen. En ik hoop dat jullie er ook zin in hebben. Ik ga nu mijn tas pakken. En dan ga ik naar Denise toe om haar op te halen met de auto. Wat ik vandaag aan heb is een topje van de Zara. Dit vest is van Naked. Maar ik vind hem wel heel erg leuk om ze over je schouder te dragen. Deze riem heb ik gewoon van AliExpress. En deze broek is ook van de Zara. Dus dit is mijn outfitje. Eet smakelijk! Dat is geen bestek. Nee, we hebben geen bestek, ja. Oké, ik ben met Den. Had ik al iets gefilmd? Ja, de lunch. Oh ja, de lunch. Ja, inderdaad. We waren naar Leiden geweest. En we hebben daar geluncht. Ze vindt het cadeautje heel leuk. Ik had het verteld in de vlog. Oh, wat leuk. Maar ik had het niet laten zien. En we hebben nog wat dingetjes gekocht. Dat ga ik straks even laten zien. En we zijn nu in Scheveningen. En we gaan even... We hebben echt veel te warme kleding aan. Ja. Iedereen loopt met een korte broek. Ja. Oké, en we gaan nu even een rondje lopen. En dat was het. Ik ben weer terug. We waren dus eerst in Leiden gaan lunchen. Was heel erg lekker. En daarna gingen we... naar Scheveningen. En het was echt heel warm. Ik had veel te warme outfit aan. Maar ik dacht dat het vandaag de hele dag ging regenen. Nou, dat was dus blijkbaar niet zo. Dus ik had me veel te warm aangekleed. En ik heb nog wat dingen gekocht. Niet deze trui, die had ik aan, maar die heb ik erin gedaan. Bij de Kost is wat gekocht. Deze, in deze lila kleur. Hij is echt mega zacht, heel erg dik. En ik vond hem gewoon super leuk. Hij stond heel erg leuk. En ik heb een maat S. En hij was 30 euro. Ik had nog deze nieuwe haarband. Ik had ook al een zwarte en ik vind de witte ook wel leuk. Niet bij deze outfit, maar ik vind het gewoon heel erg leuk staan. En ik heb nog een ander heel leuk pakketje, maar die ga ik morgen voor jullie testen. Dus dan weten jullie dat. Oh, maar met de camera is het nog erger. Nee, het gaat niet vallen. Oké, het is vandaag zaterdag. En ik zit in de auto met mijn broertje en met mijn vader. Want wij gaan Jules een nieuwe auto ophalen. Heb je er zin in? Heel veel zin in. Mooi. Ik ben ook heel enthousiast. Let niet op mijn huid. Ik weet niet wat er is gebeurd, maar dit is niet goed. In ieder geval, papa die heeft even mijn pakketjes meegenomen. Dus ik heb een pakketje van AliExpress. Ik heb geen idee wat erin zit. Oh ja, ik weet het alweer. Wat het is een beschermlaagje voor mijn Apple Watch. Maar die heb ik al zelf al te lang voordat ik kwam. En ik heb mijn Shein pakketje. Hier heb ik een maand op moeten wachten. Heb je er zin in, Jules? Nieuwe car. Mooi. Oké, wij zijn terug. Wat ik vandaag dus ging doen. We gingen mijn broertje nieuwe auto halen. En het was best wel ver weg. En hij kreeg pas maandag zijn rijbewijs. Want hij was een soort van te laat met aanvragen. Dus toen moest ik hem terug naar huis rijden. Dus ik heb net 2 uur gereden. Ik heb even wat crèmetjes op mijn huid gedaan. Dus let er alsjeblieft niet op. Ik heb nooit een onzuivere huid. Maar het ziet er niet uit. In ieder geval, ik ga straks met Eve. Het is nu 4:30. En ik had nog een leuk pakketje binnengekregen. En ik dacht, dit is wel een mooi moment om dat even te testen. Ik ga me straks even opnieuw opmaken.
Alleen ik wil dus eigenlijk geen foundation doen op mijn huid. Ik heb namelijk een pakketje gekregen om mijn tanden witter te maken. Ik heb van dit Instagram account gekregen voordat ik het fout uitspreek. Ziet er heel mooi uit. Dit is het doosje waar het in zit. En ik ga het gewoon voor jullie testen. Ik zal altijd mijn eerlijke mening geven. En alles staat altijd in de beschrijving. Ik heb ook nog een kortingscode voor jullie. Met de code Janette15 voor 15% korting. Ik heb even gekeken. Ik denk dat hij bij nummer 11 zit. Ja, het is heel lastig om de camera te laten zien. Maar ik weet het nu. En dat is ook belangrijk. Dus er zit zo'n strip bij. Er zit een handleiding bij. Oké, ik ga ze even aanbrengen. Want jullie staan nu op mijn spiegel. En dan kom ik zo meteen bij jullie terug. Ik heb de onderste strip er nu in gedaan. Hij blijft ook goed plakken, dus dat is fijn. Oké, we zijn 30 minuten verder. Het ziet er zo raar uit met die zwarte tanden. Ik ga het er nu afhalen. Oh. Ik ga nu even mijn tanden poetsen. Oké, ik heb mijn mond even gespoeld. En het resultaat. Ik ben gewoon een beetje in shock als ik eerlijk ben. Het is zo wit. Het is echt gewoon een beetje gek om te zien of zo. Ik heb ook met die strip gekeken. Maar het licht is gewoon nu niet zo goed. Maar voor mijn idee is het echt al een paar tinten omlaag. Terwijl ik het nu pas één keer heb gedaan. Dus ik ben heel erg benieuwd. Want ik heb er natuurlijk heel veel. Ik ga dit de komende tijd gewoon testen. Misschien was dit nu niet de beste keer dat ik het heb laten zien. Maar ik ga het gewoon de komende dagen nog proberen. Volgende week vlog. Dus dan hou ik jullie gewoon op de hoogte. Maar ik ben echt in shock. Gewoon even wit als mijn nagels. Oké, ik ben met Eve. Ik zie er nog steeds echt niet uit. Ik heb wel wat anders aangedaan. En wij hebben romantisch in mijn kamer. Nee, we hebben net lekker chips en popcorn en snoepjes gehaald. We gaan zo meteen even een serietje kijken. Of we gaan iets uitkiezen wat we gaan kijken. En we gaan nu even een cocktail maken. Oké, let's go. Toch gaan we nu maken. Oké. Lekker. Zat de deur dicht? Nee. Dat kan ik niet aan. Het is vandaag zondag. Gisteren was ik met Eve en toen hebben we gewoon even een film gekeken en gechilled. Mijn huid is nog steeds bizar slecht, dus ik ga er niks op doen. Het enige wat ik dus op doe is mascara. Ik heb me even omgekleed en ik ga nu even naar de stad. Ik ga mijn SD-kaart ruilen, want hij doet het niet. En ook al heb ik hem gebruikt, hij doet het gewoon niet. Dus ik weet niet wat ze ermee gaan doen, maar ik hoef hem niet meer. Ik heb net even in bed gelegen. Ik heb gewoon een bralet aan. Alleen, ik was even met mijn moeder naar de stad. En heb voor mijn moeder een Fitbit gekocht. En ik heb die SD-kaart. Misschien had ik daarover verteld, maar mijn SD-kaart die ik net nieuw had, deed het echt mega slecht. Dus die heb ik omgeruild. En ik krijg morgen volgens mij een nieuwe. En we gaan nu lekker pannenkoeken maken. En het is vandaag echt weer zo'n rustig, chill vakantiedagje. Ho. Maar we gaan dus lekker pannenkoeken eten. Heel veel zin in. Het is vandaag... Welke dag is het? Waar is mijn telefoon? Goeie vraag. Het is vandaag maandag. Ja, maandag. En ik heb me klaargemaakt. Ik heb vanochtend gesport. Ik heb gisteren geskielerd. Dus ik ben helemaal trots op mezelf. Ben goed bezig. Ik heb vanochtend gewoon op de loopband in de sportschool een uur gelopen. Hard gelopen. En ik heb me net klaargemaakt. Het plekje in mijn gezicht is wel wat minder. En ik ga nu de video opnemen van Shein. Ik heb namelijk een Shein pakketje gekocht. En die ga ik lekker openmaken. Heel veel zin in. Want ik heb er echt heel erg lang op gewacht. Dus ik heb me klaargemaakt, opgemaakt, gedoucht. En ik ga dus nu dat pakketje unbox in een video. Ik hoop dat jullie dat leuk vinden als je hem nog niet hebt gezien. Ik weet eigenlijk niet of die al online staat. Ik hoop het in ieder geval. Ja, dus dat is wat ik vandaag ga doen. Voor de rest heb ik niet heel veel op de planning. Morgen gaan we wel wat doen, dus dat is leuk. En het is vandaag ook niet zo goed weer. Dat was een beetje stom. En ik heb nog een nieuw pakketje, want ik had gisteren verteld dat mijn SD-kaart het niet deed. Ik ben teruggegaan naar de winkel en ik heb dus een nieuwe gekregen. Hele goede service. Volgende dag gewoon in huis. Dus ik heb een nieuwe SD-kaart met 64 gigabyte. En dan kan ik daar zo meteen gelijk de video mee opnemen. Ik heb net die shoplog opgenomen van Shein. Er zaten zulke leuke dingen in. Ik ben echt verrast. Ik had natuurlijk gewoon zelf besteld. Maar alsnog vond ik het echt heel, heel erg leuk.
Voor de rest had ik ook nog een ander pakketje. En daar zat het leuke kettingje in. Die ga ik echt omhouden. Ik vind hem heel erg leuk. Ik zal het even hier neerzetten en in de beschrijving. Want je kon ook nog met Janette 20% korting krijgen. Heel erg blij mee. Daar zat ook nog een leuk jurkje bij. En ik dacht, ik ga nu weer even die strips proberen voor op je tanden. Want eergisteren of zo had ik dat gedaan. Alleen, ik had dat vlekje in mijn gezicht. Dat heb ik nu nog steeds. Maar ik vond het gewoon heel storend met filmen. Dus ik dacht, ik ga het nu gewoon nog een keertje doen. Want je moet het ook vaker doen voordat je resultaat ziet. Dus dan is het ook wel leuk om het twee keer te doen. Dus dat ga ik nu eventjes doen. Oké, ik heb mijn tanden gespoeld. En ik zie weer echt bizar veel resultaat. Ja, het is gewoon echt veel witter. Heel gek dat dat kan ofzo. Pakt op mijn voortanden wel wat beter dan aan de onderkant. Ze kunnen zelfs nog witter, vind ik. Heel erg mooi. De SD-kaart deed wel heel goed. Dus dat is gelukt. Oké, ik heb me even omgekleed. En mama en ik gaan nu even naar het dorp. We weten niet echt wat we gaan doen. Gewoon even een rondje lopen. Drankje drinken. Dus dat. Ik was dus met mijn moeder vandaag even naar het dorp geweest. Toen heb ik een nieuwe mascara gekocht. Dan ben ik zo onscherp. En even een nieuwe deo. Dus dat heb ik allemaal gedaan. En mijn kortingscode van Chiquelle van Decennio was nog geldig. Dus ik heb zelf ook gewoon besteld. Want ik vind het gewoon heel erg fijn. Dus ik heb voor bij mijn vader heb ik nu even een soort opstelling gemaakt. En daar heb ik ook een grijze muur. En ik vond dit wel heel erg mooi. Over deze twijfelde ik de vorige keer. Dus die heb ik nu dan gewoon besteld. En dan kan ik die bij mijn vader ophangen. Heel erg blij mee. Ik ga nu slapen en dan zien jullie mij morgen weer. Het is vandaag dinsdag. Ik heb me net klaargemaakt. Wij gaan vandaag naar Avifauna. Daar ben ik heel lang niet geweest. Het is een vogelpark voor de mensen die het niet weten. In ieder geval, ik heb mijn nieuwe jurkje aan. Ik ben er echt heel erg blij mee. Ziet er heel leuk uit. En hij heeft toch lange mouwen, dus dan is het ook niet te koud. En ik ga nu nog even broodjes maken en dan gaan we weg. Want we hadden een tijdslot en wij konden pas over een uur daar terecht. Dus dan was dit makkelijker. Dus ik ga nu even eitjes maken en daarna gaan we weg. En ja, ik heb er wel zin in. Het is vandaag ook lekker weer. En ik heb ook heel veel zin, want vrijdag ga ik lekker naar het strand. Daar heb ik ook echt zoveel zin in. Ik zit al de hele vakantie om te zeuren eigenlijk. Heb je er zin in? Nee. Lekker in Avifauna vogels. Helemaal geen zin in. Nou, kunnen we een mooie foto maken? Van de vogels bedoel ik, hè? Niet van mij. De laatste keer dat ik hier was, hoe lang? Was 10 jaar geleden. Sorry. We zijn nog wel eens een keer geweest. Wauw. Maar kijk, het is toch heel eng dat je je vinger hiernaast kan doen? Hij heeft wel mooie ogen. Naar die vinger. Mooi. Maar ik vind het gewoon bizar dat sommige mensen echt geen manieren hebben bij die beesten. Ze gaf echt gewoon zo'n, hoe heet zo'n armbandje eigenlijk? Rubberbandje. Ja, zo'n... ja, hoe heet dat? Oh, een invisibobbel. Het geeft gewoon in die bek van die pelikaan. Doorlopen, joh. Het is inmiddels alweer 9 uur. Ik heb geskielerd. En vandaag waren we dus naar Avifauna. Het was heel erg gezellig. En ik ga op tijd slapen. Ik ben heel erg moe. Ik ga morgen naar de sportschool.
En mijn camera is vol, dus die ga ik nu in de oplader doen.